dus ook een mooie vlindertuin aangelegd bij het complex van de volkstuintjes met allerlei soorten planten hier staan. Vlinders zijn op dit moment niet aanwezig. Ik zie er in ieder geval niet één. Maar het is voor de vlinders toch wel een paradijs. Ja, de volkstuintjes en het Ommerkanaal. Er is op dit moment nogal wat bedrijvigheid. Ik praat met de voorzitter over de volkstuinen. Hallo. Hoe gaat het met de volkstuinen trouwens? Het ziet er allemaal prachtig uit, mooi groen. Dit is het bijna het hoogseizoen van de tuinen. Alles groeit heel hard. Ja. Zeker met die regen, dan is het echt een kwestie van heel veel wieden. Ja. En zorgen dat je de onkruid kwijt. En ook het oogstseizoen komt eraan. Ja. Normaliter hebben jullie een open dag, hè? Ja. Bij jullie nog wel wat ruimte is, toch? Ja, klopt. We hebben nog zo'n 20 tuinen vrij op dit complex. We hebben ook nog een complex in Bouwbrug en in het gemeentepark. Mm-hmm, daar zijn wel volledig bezet. Ja. Dit is ook het grootste complex. Dus mensen die nog een moestuintje willen, die graag hun eigen groenten willen verbouwen. Die zijn van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten. Ja, die kunnen nu nog eventueel starten als ze willen. Ja, okay. Het is wel vrij laat in het seizoen, maar je kunt nog zeker wel wat verbouwen. En ook dingen zoals voorbereiden eventueel. Voorbereidingen treffen, de tuin al klaarmaken. Ja. Hoeveel leden, hoe lang bestaan jullie eigenlijk al als volkstuin? Het is een vereniging, hè? Het is een vereniging, ja. Ja. Nou, wij bestaan al heel wat jaar, want voordat we hier zaten, zaten we op een ander complex. Mm-hmm. En de vorige voorzitter heeft het al 34 jaar gedaan ongeveer. Ik gok al wel zo'n 50 jaar. Ja. Maar dat weet ik niet helemaal precies. Nee, precies. Het is een mooi complex. Het ziet er allemaal prachtig uit. Is het met name biologisch tuinieren of is het ook op een normale of gewone manier? De meeste tuinieren biologisch. Maar bijvoorbeeld de aardappelen, als die niet fytostrafvrij zijn, dan moeten we ze bespuiten. Ja. De Colorado-kever is soms wel een grote plaag. Mm-hmm. Dus sommige mensen bespuiten dan ook hun aardappels, maar de meeste doen het biologisch. Okay. En er zijn bijvoorbeeld ook wel mensen die kiezen voor fytostravrije aardappelen. Ja. En die hoef je niet te bespuiten. Ja, precies. Dus, en hoeveel leden zijn hier actief? Ja, ongeveer 150. 150. Dus mensen hoeven zich niet te vervelen en kunnen letterlijk en figuurlijk de vruchten plukken van hun harde werk. Ja, we kunnen ook kiezen voor een klein stukje tuin of een wat groter stukje tuin. Dus je hoeft ook niet meteen met heel veel grond te beginnen. Ja, het is populair omdat heel veel mensen niet alleen voor het tuinieren komen, maar ook voor de rust en de ontspanning. Hè? Ja, klopt. Het is vrij van alle prikkels tuinieren, blijkt. Dus wellicht is dat ook een reden voor eventuele belangstellenden om erover na te denken. Ja. Het is ook heel rustgevend om gewoon met je handen in de aarde en je voeten in de aarde te staan en te plukken. En dus ook gewoon genieten. Wij hebben nu de bessen klaar. Die pluk je en je kunt ze direct opeten. Mm-hmm. Heb je het idee dat er ook onder de mensen makkelijker contact gelegd wordt als ze bezig zijn met in de tuin te werken? Ja, eigenlijk altijd wel. Je ziet een keer je buren en een keer de buren aan de andere kant. Of je moet dus een keer naar iemand toe. Precies. Er worden ook wel dingen uitgewisseld van ik heb nog aardbeienplanten over, of ik heb nog een struikje over. Dus ook mensen die graag wat sociale contacten willen uitbreiden, zouden eventueel kunnen overwegen om een tuintje aan te schaffen. Zeker. Want het is ook op het sociale vlak, heeft het een meerwaarde. Ja. Oké, dus zoals gezegd, geen open dag dit jaar door de corona, maar toch kunnen mensen eventueel een kijkje komen nemen in de vlindertuin, toch? Ja, de vlinders staan nu altijd open en toegankelijk voor publiek. Ja, en eventueel een blik werpen in de volkstuintjes. Ja, bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Ik praat even met Harry. Hi Harry, goedemorgen of goedemiddag intussen, denk ik. Al jarenlang ook actief in de volkstuinen? Een jaar of 4, 5. Ja, wat heeft u toe aangezet om op een gegeven moment een tuintje te huren? Mijn dochter zat hier op de tuin. Ja. En die vroeg toen, pa, kun je me helpen? Ja. Nou, dat vond ik leuk werk. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Dat is nou uitgebreid. En we zijn begonnen op één stuk. We hebben nu 4 stukken. Zo, 4 stukken. Dus dan ben je nogal bezig om dat allemaal bij te halen? Ja, elke dag. Elke dag? Elke dag moet je erbij. Ja, en wat vind je daar zo leuk aan dan, aan dat tuinieren?
De opbrengst. De opbrengst. De opbrengst. Als je dus kijkt naar de groentes, die smaken veel beter dan uit de supermarkt. Mm-hmm. Ja. En dat is logisch, want hier staan ze in de volle grond. En ja. Bij de supermarkt, ja, die halen ze bij de kweker en ja. Daar staan ze gewoon op glaswol. Oké. Dus dat is zeker een voordeel. Ja. En het is vlak bij huis natuurlijk. Ja. En je bent ook in de open lucht. Je bent in beweging. Ja, je bent in beweging, je bent in de open lucht. Ja, want tijdens de voorbereiding van deze reportage heb ik me even verdiept in volkstuinen. En het blijkt door in de grond te woelen dat er bacteriën vrijkomen die je inademt. En dat zou dan heilzaam zijn voor de gezondheid. Dus dat wist je waarschijnlijk niet. Nee, dat wist ik niet. Nee. En dat maakt mij ook verder niet zo heel veel uit, eerlijk gezegd. Oké. Dus ik weet dat buitenlucht gezond is. Ja. En welk onderdeeltje van de buitenlucht daar mij goed bij doet, vind ik prima. Oké, en hoe, de sociale contacten, is dat nog een pluspunt bij op zo'n volkstuin? Hoe is de sfeer en de sociale contacten? Ja, het is een goede dag en een keer een praatje maken over de gewassen. Ja, oké. Okay. Ja, en verder hand opsteken. Verder blijft het er eigenlijk bij. Okay, dus geen diepgaande discussies en gesprekken en gefilosofeer over het zijn en niet zijn? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Daar zijn andere plekken voor waarschijnlijk. Het meeste is een beetje zeuren, gezellig zijn. Ja. En een enkele keer als je weet dat iemand iets mankeert, dat je naar de gezondheid vraagt. Ja, precies. Daar blijft het bij. Ja. Heb je nog een bepaalde specialiteit? Wil je nog iets laten zien van de vruchten op dit moment? Aardappelen? Of wat staat er nog meer? Salade? Ik heb hier opgeschoten andijvie. Nou, dat kun je beter niet zien natuurlijk. Ik heb wel een mooi plekje. Ja, we lopen even mee. Op afstand uiteraard. Gelet op. Ja, moet je anderhalve meter aan. Ja, we hebben nog steeds de corona. Dus dan moeten we even... Dat is zo. In mijn tent heb ik aardbeetjes. Ja, die zien er mooi uit. Even kijken of ik ze... Ja. En dat zijn echt, heel veel. Ja, en met een mooie tent er rond, net, want anders gaan er... Gaan de vogels erbij, hè? Ja. En andere ongedierte misschien? Nee, het is alleen maar tegen vogels. Ja. Slakken, daar moet je dan rommel voor gebruiken. Daar heb je geen zin in. Ja, precies. Dan zeg ik zo, nou, als een slak de aardbeien hebt opgegeten, nou, ik hoop dat het lekker is geweest. Mm-hmm. Ja, en voor de verder rest... Ik heb ook wel de dingen die niet onder het net staan. Mm-hmm. Ja, ik heb daar de bessen onder het net staan. En daar verderop terug, daar staan de bessen niet onder het net. Die zijn voor de vogels. Oké. Ja, dat is ook leuk. Mooi meegenomen. Dan blijven ze van andere dingen af waarschijnlijk. Dat hoop ik. Ja, Ik hoop dat ze dan denken zo, nou, ik heb genoeg contributie betaald. Dus we blijven van die anderen af. Ja. Dus veel aardbeien, waarschijnlijk. Nee, toch niet? Eten ze op. Oké. Nou, ze smaken lekker. Dit jaar de aardbeien, lekker zoet, hè? Ja. Oké, bedankt voor dit praatje. Ja, graag gedaan. Wat ben je aan het doen, Jan Uithof, bekend in Dedemsvaart en wijde omgeving? Nou? Ook al jarenlang lid van de Volkstuinvereniging, denk ik. Ik ben al heel lang lid van de Volkstuinvereniging. Oh ja? Nou, wat is maar dat? Hier op deze kavels... Daar hebben we heel veel last van Colorado-kevers. Oh, is daar een verklaring voor? Ja, had ik dat maar. Ja, heb ik in het voorjaar, toen die plantjes jong waren, toen ben ik er op de knieën doorheen gegaan. Ik heb de kevertjes geplukt. Maak even, mogen we even filmen, hoe zien ze eruit? Voor degene die niet weten... Het is eigenlijk een hele mooi dier. Ik kwam uit Amerika oorspronkelijk, dacht ik. Oorspronkelijk, kijk. Ja, vandaar die naam. Dit is dat gestreepte, dat is de kever. En er liggen een paar larfjes naast. Ze zien er zo lief uit. Wat is er mis mee met die kevers? Nou, die kevers die leggen dus eitjes aan de onderkant van de blaadjes. Ja. En op een gegeven ogenblik komen daar larfjes uit. Ja, en niet één, maar honderden. Zo. Ja? En... die vreten het blad op en als het blad opgevreten wordt, krijg je geen aardappelen natuurlijk. Nou, en dat is niet de bedoeling. Ja, en dat is niet de bedoeling. En dat is de enige manier om er vanaf te komen, ze af wegplukken? Je kunt natuurlijk ook spuiten, hè. Nee, je kunt spuiten. Maar ik loop er regelmatig even doorheen en ik pluk de kevers. Ja. Kijk, en als je nou hier bijvoorbeeld op deze plant inzoomt,
Even kijken hoor. Ja, zou dat kunnen? Ik weet ja, ja, ja dat kan, dat kan, dat kan. En, nou, daar zitten een hele serie jonge larvjes. En daarnaast zitten dus dikke larven, die hebben zich al volgevreten. Zo. En ik pluk ze er even af. Ja, daar ben je soms de hele tijd mee bezig met hoor. Ja, ja, ja. Ja ik pluk ja. ze eraf. En, ja. Nou ja, het is rustgevend lijkt me toch? Het maar is niet ergerlijk. In plaats van rustgevend. Oké, okay, maar ik heb gelezen dat bezig zijn in de volkstuinen eigenlijk... Dat is heerlijk. Ja, dat heel veel mensen de volkstuintjes opzoeken. Niet zozeer om het tuinieren op zich, maar voor de ontgaasting. Het vrij zijn van prikkels, hè, de zorgen die er zijn en omtrent corona. Dat kun je allemaal loslaten en helemaal opgaan in de natuur, in de tuin, in de vruchten, in het wieden, in het planten, in het zaaien, in het bewerken van de tuin. Herkenbaar of zeg je, waar heb je het over? Nou, dat is wel gedeeltelijk waar. Ja. Voor een heleboel mensen is dat ook waar. Voor mij is het ook altijd ontspannend geweest. In die zin, als ik bijvoorbeeld 's middags naar de radio moest, hè, om programma's... De lokale omroep bedoel je dan, hè? Ja, van de lokale omroep, ja. Om programma's te presenteren. Ja. Dan zat ik hier 's morgens lekker op de volkstuin en dan had ik al in het hoofd van hier ga ik het over hebben, daar ga ik het over hebben. Ja, ja? Oké. Okay. Ik wil zeggen, dit was ook een beetje voorbereid. Ja. En in drukke tijden is het echt ontspannend. Ja, precies. Ja. Ja, dat blijkt nu uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken. Wist u door met handen in de aarde te woelen dat er bacteriën vrijkomen en dat je die inademt en dat heilzaam is voor lichaam en geest, of in ieder geval voor lichaam? Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik wist het niet, maar het is inderdaad ontspannend. Ik ben nog nooit ziek. Kijk, dat zou een verklaring kunnen zijn. Ja. Trouwens, tot slot, wat voor grond is dat hier in Dedemsvaart in die volkstuinen? Het dalgrond. En wat zijn dat de plus- en de minpunten aan? Dalgrond, nou weet je, dat is... afgegraven veen, vermengd met zand. Ja. Ja, en we hebben daar dus vroeger kunstmest. Tegenwoordig brengen we de gewone mest op. Ja. Zeker op deze volkstuinen. Mm-hmm. En dat is een grond die heel goed, waar je heel goed akkerbouwproducten op kunt verbouwen. Ja. Ja? Ja. Dus voor landbouw en veeteelt is het een hele gezonde grondsoort. Oké, okay. Ja. Dus al bij al dik tevreden over het resultaat, als het weer een beetje meewerkt natuurlijk. Nou, tot nog toe was ik dus niet zo tevreden, want we hebben heel veel last van de nachtvorsten gehad. Ja, oké. Okay. En dat heeft wat... Schade veroorzaakt? Ja, dat heeft wat schade veroorzaakt. Zoals? Nou, bijvoorbeeld mijn aardbeien. Ja, oké. Okay. Allemaal lege kelletjes. Oh. Hè? Ik heb dus geen aardbeien bij de familie weinig. Dit jaar. De aardappelen zijn ook afgevroren, maar die hebben zich uitstekend hersteld. Ja, ja, ja. Dus, ja. Oké, okay, nou succes verder en bedankt voor de toelichting. Graag gedaan. Hè.